Goeiedag, had je hem aangezet? Oké, leuk. Hey, welkom terug bij Gitaarles en GRG'tje. Voor non-blonds. Dus via geen blonde, hoe vertaal je zoiets? Schat, jij hebt geen goed Engels. Voor non-blonds. Maakt niet uit. What's up? Heel leuk nummer. Was toen dat tijd een hele grote hit, ja. En ik heb even naast gekeken, er was heel veel verzoekers voor. Kan je hem ook simpel uitleggen, want er zitten akkoorden bij. Maar daar komen we voorlopig nog niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. Daar ben ik ook voor. Ik ga proberen simpel mogelijk uit te leggen voor je. Ja. Dan komt hij voor een A-akkoord. Open A. Je kan hem ook in Bré nemen. Ja, dat is ook leuk om te oefenen. Ja. Dan komt er hiervoor een B-minor. Zeg ja, weer een Bré. Man, rot erop met je Bré. Nee, maar je kan hem maar ook zo doen. Ja, als je het nummer wil spelen, kun je deze in plaats van plat over alles gewoon hier. Maar sla dan niet de bovenste, hoor maar. Klinkt voor gemeente, gewoon zo doen. Oké? Okay? Ja. En dan komt er nog een D voor. Ja. En dan doen ze af en toe met de D. Ik ga niet beginnen. De D, alt, negen, dit en dat. Doe ze gewoon zo. En dan doen ze die af en toe eraf en erop. Het gaat jullie meer, heb ik gehoord, om de slag. Ja, moet je kijken. Als ik een beet pak, doe ik zo. Moet je opletten. Wat ik doe is dit. 1, 2 en 3. En 4 en 5. Dus krijg je 1. Goed luister, hoor je tam 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 tam. Ja, nog een keer, ja, heel langzaam. Nog een keer. Tam 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 tam. Dit is een pakje in de A, ik zal maar even een Bré pakje, ik kan wel pakken. Ik doe heel rustig, ja. Niet denk dat ze wel bekend is aan de video. Ja. D. Dan met een A. Jullie weten dat ik de A zo pak over de. Dat zijn eigenlijk dezelfde tonen. Maar ik vind het wel prettig zo, maar dan moet je uitkijken, moet je onderste niet aanslaan. Je moet hem even afdempen. Ja, dat zou ik hem ook nemen hoor. Nog een keer de slag, ja? Zou ik een beetje klassiek spelen? Schat, wat denk jij? Ja, doe dat eerst maar. Nou, een beetje spelen, zingen erbij. Weet je wat? Beetje mooi zingen erbij. Nou, dat was dus weer een nieuwe kijker. Doei. Sorry, ik ben een beetje flauw bezig vandaag. Ja, nou, moet je opletten. Kijk, en begin met het intro. Gaat op een gegeven moment over naar en hij zei hey, ja toch? Zegt ze dat of zegt ze nee? Hey, ja, iets hoger. Ja, mijn Engels wat. Iets hoger zingen dan. Iets hoger zingen. Ik wou bijna wel zeggen, want niet te schrikken is met de camera, maar dat maakt helemaal niet uit. Ja. Ze had op een gegeven moment door en hij zei hey. Slag, hè, dat is toch wel zoiets moeilijks om uit te leggen af en toe. Een keer we beginnen met down, down, up, down, maar dan krijg je ook weer zo'n statisch. Probeer nou eens een keer dat nummer in je gedachten te nemen. Ga maar eens al even een beetje dat tikken, ja, probeer hem te dempen. Doem, ja. Gaan we nog één keer, ja? Ik pak hem dus even in Bré.
Weet je wat mij dan leuk lijkt, schat, eens een keer? Vragen of verschillende mensen dit kunnen opnemen. Ja, op dezelfde manier. En eens een keer een videoreactie plaatsen. Ik ben wel benieuwd hoe jullie het doen. Ook al is het tijdens het oefenen. Gewoon vind ik hartstikke leuk om een keer te zien. Hebben jullie wat aan, überhaupt? Ik weet het niet. Ja. Dus laat het even weten via een videoreactie, ja. En dan, nou, misschien dat je dan... ik speel een stukje en dan spelen jullie mee. En gooi er maar gewoon erop. Dan doe je het in onze inbox. Ja, dat niemand het te zien krijgt. Ik zal het echt niet verklappen, echt niemand. Ja, zullen we dat doen? Ik maak even video's ervan. Dat is hartstikke leuk, ja. Ik kan zien hoe jullie het nou zo eens aan het oefenen zijn. Ja. Hey jongens, hartelijk bedankt en tot de volgende keer. Hoi hoi.